We hebben het NCJ taalscreening-instrument toegevoegd aan het onderdeel communicatie van het Van Wijchen-onderzoek. Het doel van dit instrument is om te zorgen voor een uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen. Het geeft jou als jeugdarts of jeugdverpleegkundige meer handvaten en sturing bij het consult van de tweejarige. Het werkt zo. Wanneer je een tweejarig consult doet en het kind bij het afnemen van het Van Wijchen-onderzoek de kenmerken 41 en 42 niet laat zien tijdens het consult, voeg je het onderwerp NCJ taalscreening 2 jaar toe aan je registratie. En je stelt vervolgens extra vragen om een beter beeld te krijgen van de taalontwikkeling. Deze vragen worden gescoord en afhankelijk van de uitkomst wordt het vervolg bepaald. We nemen hier als voorbeeld Basje die met zijn vader bij jou op consult komt. Vader vertelt dat Basje alleen nog maar losse woordjes zegt en nog geen zinnetjes. Je vult een min in bij het Van Wijchen-onderzoek bij kenmerk 41. Zegt zinnen van 2 woorden en je stelt de volgende vragen. 1. Wat zegt Basje als hij iets wil eten of drinken? 2. Wat zegt Basje als hij met speelgoed wil spelen? Vader antwoordt dat als Basje iets wil eten of drinken, hij het aanwijst of het woord zegt voor wat hij wil hebben, bijvoorbeeld sap of naan voor banaan. Ook als hij wil spelen, zegt hij alleen een éénwoorduiting zoals auto of ba voor bal. Hierop scoor je in je registratie 1 woord in beide situaties. Dit geeft een score van 1 punt. Bij het onderzoekje met de pop wijst Basje de ogen en de neus van de pop aan, maar daarna wil hij niet meer. Vader vertelt dat hij thuis bij zijn beer wel allemaal kan aanwijzen. Dit is dan op mededeling. Dus je vult een M in bij kenmerk 42. Wijst 6 lichaamsdelen aan bij pop. Dit geeft een score van 1 punt. De subscore van kenmerk 41 en 42 is nu 2 punten. Aangezien deze score lager is dan 4, ga je over tot de spelvraag. Deze vragen gaan over de ouder-kindinteractie en het speelgedrag van het kind. Je vraagt aan de ouder 1. Wat doen jullie het liefst samen? Je vraagt naar een voorbeeld van interactief spelen en beoordeelt of er sprake is van interactie. 2. Speelt Basje graag in zijn eentje? Je wilt weten of het kind zichzelf door spelen aan de gang kan houden. Op de vraag of vader en kind ook samen spelen, antwoordt vader dat ze elke middag samen buiten even gaan voetballen en hij daar veel plezier aan beleeft. En vader laat weten dat Basje zichzelf goed kan vermaken als hij met zijn autootjes en zijn garage in zijn eentje speelt. De score op deze vragen tezamen is nu een 1, 2 situaties goed. De totaalscore, de uitkomst van de subscore en de spelvraag, is nu een 3. Deze uitkomst wordt met vader besproken en je biedt begeleiding aan. Je spreekt een extra consult af om de taalontwikkeling te herbeoordelen. Met dit taalinstrument kun je bij jonge kinderen signaleren of er problemen zijn in de taalontwikkeling en zo vroeg mogelijk interventies inzetten. Dit kan dus in de vorm zijn van extra begeleiding vanuit de JGZ en eventueel vanuit aanvullende voorzieningen zoals onder andere de VVE, de Voorleesexpress of logopedie. Bij een lagere score zal een verwijzing naar specialistische hulp, zoals het Audiologisch Centrum voor nader onderzoek en eventuele behandeling, geïndiceerd zijn. Een duidelijke richtlijn. Prettig voor jou, de ouders en voor de ontwikkeling van het kind. Ga voor meer informatie naar www.ncj.nl en zoek op taalscreening.